En eenmaal we bezig zijn met de president van Suriname, hij heeft afgelopen maandag boeren opgeroepen om zich te registreren voor de brandstofcompensatie. Die oproep deed hij in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen. Als gevolg van de hoge benzineprijzen hebben boeren vorig jaar in de maand november ontheffingen en kortingen gekregen op brandstof. De boeren moeten zich registreren via het ministerie van LVV, waarna ze kunnen declareren. De president benadrukte dat elke boer die zich registreert volgens het format van het ministerie de compensatie en korting zeker krijgt. En voor wat betreft de brandstofcompensatie als gevolg van de verhoging van de government take, daar is de minister van LVV een paar keren geweest naar Nikeri en ook gesprekken hier gevoerd met organisaties die een stukje verantwoordelijkheid hebben in de agrarische sector, meneer de voorzitter. En daar zijn er formulieren ontwikkeld, format ontwikkeld, hoe men in feite in aanmerking kan komen op basis van een stukje overzicht en declaratie. En uiteraard hebben we niet van een ieder gehad, maar zij die dat invullen, die maken aanspraak daarop als het goed onderzocht wordt en goed bevonden wordt, meneer de voorzitter. Nogmaals, we doen ook een beroep op alle agrariërs, organisaties, dat men een ondersteuning geeft in de vorm van bijstand om die informatie ingevuld te krijgen. En dan willen we als regering kijken, namelijk aan de hand van de informatie, wie de compensatie kan krijgen in de voorzitter. Maar nogmaals, de minister heeft al een paar keren bespreking hieromtrent gehad met de verschillende doelgroepen, meneer voorzitter. Dank u wel. President Chandrika Persat Santoki afgelopen maandag in het parlement. De voorzitter van de Surinaamse paddyboerenassociatie, Harinanden Umrouw, had eerder aangegeven dat een groot deel van de boeren in Nikeri de formulieren niet hadden ingevuld uit vrees voor de Belastingdienst.